Grote publiekstrekkers in Roosendaal waren supersprinter Marcel Kittel en natuurlijk Lars Boom. De renner uit Vlijmen reed voor het eerst weer in Nederland nadat bekend was geworden dat hij België gaat verlaten voor de miljoenenploeg van Astana. Omdat wij, ik vind het een mooie ploeg en ik kon over 2 jaar tekenen en dat vond ik een mooi aanbod. Wat zijn jouw plannen daar in die ploeg voor komend seizoen? Goed zijn in de klassiekers uiteraard en hopelijk de komend jaar aan de Tour starten. Boom, nu dus nog in Nederlandse dienst, liet zich ook in Roosendaal van voren zien, maar won niet. Dat was weggelegd voor de viervoudige etappenwinnaar Marcel Kittel, die in de sprint Alexander Kristoff versloeg. Dat was niet zo easy. Je zag de parcours. Yeah, dangerous in the corners. There were some crashes happening. So I had a good team with me, Koen and Tom. Tom showed how good he is to do a long pull, and it was good in the end.